Kijk, je, als trainer zijnde ben je bezig met opvoeden, zo simpel is het. Met rechten en plichten en daar werk je naar. En de ene keer is dat met een schop onder je kont en de andere keer is dat met een schouderklop. Alleen, kijk, we zijn nu in de positie dat nog 7 wedstrijden te spelen waar we het Eredivisieschap veilig moeten stellen. En kijk, resultaat, dat heb je toch nooit in de hand. Kijk, het gaat er mij om dat we als één team naar buiten gaan en ervoor strijden om punten te krijgen. En dat is de enige manier. Chevalier was de enige die vandaag 90 minuten speelde en het was je aanvoerder vandaag. Wilde je daar ook misschien een bepaald signaal mee afgeven? Ja. En dat was? Nou, kijk, ik had niet echt het idee dat hij met plezier liep te voetballen. Dus dan laat ik hem lekker 90 minuten staan. En je maakt hem aanvoerder, maar hij spreekt nauwelijks Nederlands. Nou, ik ken ook aanvoerders die ook moeite hebben met Nederlands. Dus, of helemaal niet praten. Dus, maar oké, okay, hij moet. Ik hoop dat hij ook inziet dat we hem nog ondersteunen. Want we hebben hem echt nodig. Alleen hij moet wel de bereidheid hebben om samen te werken. En als hij dat niet doet, ja, dan hebben we niks aan hem. ADO thuis en Zwolle uit, dat zijn cruciale wedstrijden voor jullie, hè? Ja, maar je speelt eerst ADO, hè. De rest is niet belangrijk en je moet ook naar onszelf kijken. En, het is allemaal leuk en aardig wat anderen doen of niet doen. Als je zelf dan niet wint, dan schiet het niet op. Dus je moet zelf de punten pakken. Maar, en nogmaals, je moet het met z'n allen doen als team zijnde en dan gaan we het redden.